ben Ronald Steurholz, partner bij CPZ en ambassadeur van de dag over gezonde gebouwen, licht en lucht op woensdag de 6e in de jaarbeurs. Waarom dit thema? Het is ongelooflijk belangrijk dat onze gebouwen veranderen van een heel kunstmatig en monotoon klimaat naar iets wat veel dynamischer en lichter is en natuurlijker is, waar mensen in zijn ontwikkeld ook. Dus beter daglicht in gebouwen, betere luchtkwaliteit in gebouwen. Om dat te illustreren hebben we in de ochtend een aantal mensen die vertellen over de achtergronden, het hoe en het waarom. Zowel vanuit Nederland als vanuit het buitenland, onder andere uit Denemarken. In het middagblok laten we aan de hand van verschillende schaalniveaus echt aan projecten zien van ja, waar loop je nou tegenaan als je voor beter lucht- en lichtklimaat in gebouwen gaat. En dat is het van een woonhuis via een hotel tot aan grote ziekenhuizen die in zichzelf helend moeten worden. En aan het eind van de dag gaan we eens even hebben, ja, maar wat zijn nou de economische randvoorwaarden en wat zijn de kansen die daar liggen? En moet je niet bijvoorbeeld een deel van het zorgbudget overhevelen naar preventieve maatregelen in een veel gezondere leef- en woonomgeving? Kortom, kom vooral 6 februari naar de bouwbeurs om geïnspireerd te raken, om fantastische voorbeelden te zien, zowel uit Nederland als uit het buitenland, en leer over hoe de omgeving in de toekomst gezonder, lichter en duurzamer wordt.